Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat sluierwolken over het noordwesten van het land. Maar verder is het ronduit zonnig te noemen vandaag. En die sluierwolken die zullen de zon ook amper hinderen. Vanochtend loopt de temperatuur op naar 3 tot 5 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. En vanmiddag komt er, wat temperatuur betreft, natuurlijk nog wel wat bij. Het wordt ongeveer 12 graden. Uiteindelijk hebben we dan een, een vrij krachtige wind langs de kust. En in het binnenland is de wind matig, de zon schijnt ongehinderd. Het is een stralende lentedag. Vanavond blijft het helder, de temperatuur daalt in de nacht tot rond het vriespunt. En wat wind betreft is er weinig verandering. Morgen hebben we opnieuw veel ruimte voor de zon. De wind is wat sterker uit het noordoosten, 4 tot 5 Beaufort. De Temperatuur pakt toch wat hoger uit, want in het oosten en zuidoosten kan het zelfs 15 graden worden. Wat dat betreft is het echt lente. En dat gaat in het weekend wel veranderen. Dan wordt de wind noordelijk en stroomt koudere lucht het land in. Met zondag verspreid een enkele bui, ook wel wat zon tussendoor. En dan wordt het hooguit 7 of 8 graden. Maandag, wat dat betreft, ook een kille dag met 8 graden, soms een bui, gelukkig ook af en toe de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl